Hoi allemaal, in deze video laat ik jullie zien hoe je van 33 elastiekjes deze letter T kan maken. Een ontwerp van Elegant Fashion 360 en in de beschrijving onder deze video zal ik een link plaatsen naar haar alfabet speellijst. Mocht jij nog letters nodig hebben, dan kan je dat alvast proberen met een van haar video's. Veel succes! We beginnen aan deze zijde met het plaatsen van de elastiekjes, daar waar de opening van de pin aan de kant van de loom is. En we gaan een rijtje maken met dubbele elastiekjes. Die gaan rechtdoor, 2 elastiekjes, de volgende 2 elastiekjes sluit ik daarop aan. En in totaal ga je dat 7 keer doen. Dus dit was 2, dit wordt de 3e keer. Deze wil niet, maar hij zit er nu wel op. En de laatste keer maakt bij mij 7. Hiernaast gaan we weer een rijtje maken, maar nu begin je met een enkel elastiekje. En daar sluit ik 2 elastiekjes op aan. En dat ga je in totaal 8 keer doen. Dus dit is de eerste keer met 2 elastiekjes. 2. En 5. En de laatste keer maakt bij mij 8. Dan ga ik op dit pinnetje en op dit pinnetje een capband maken van 3 ringetjes. Je pakt een enkel elastiekje en die gaat 3 keer op je haak. Dit is 1 en 2 en 3. Dan heb je 3 ringen op je haak. En die trek ik wat wijder en die gaat er hier zo bovenop. Moet ik hier ook nog een capband maken? Die laat ik op een andere manier zien. 1, slag draaien, 2, slag draaien en 3. Ik ga beginnen met haken. De opening van de pin is nu aan mijn kant, zodat ik erin kan met mijn haaknaald. De capband gaat naar achteren. Ik pak die 2 elastiekjes daar onderop. Ik hou even de capband tegen met mijn wijsvinger van mijn andere hand, zodat hij niet meekomt. En dan haak ik deze zo naar voren. En nu ga ik dat hele rijtje naar voren haken, of in mijn geval naar links. En je komt geen verrassingen tegen, geen andere elastiekjes die je eerst naar achteren moet duwen. Dus dit zou geen problemen moeten opleveren. Het laatste elastiekje is dat ene dunne elastiekje. Haal hem voorzichtig eraf, steek je haaknaald door dat ene elastiekje en trek dit rijtje ervan af. We hebben nog 1 rijtje over, wat nog gehaakt moet worden. Maar eerst gaan we die lusjes van het ene enkele elastiekje, wat nu op mijn haaknaald zit, hier op het 4e pinnetje vanaf beneden plaatsen. Dus tel maar mee, dit is 1 en 2 en 3 en 4. Hier gaan ze bovenop. En op het moment dat ze daarop zitten, kunnen we hier naar die capband gaan en gaan haken. Ik hou de capband weer even tegen met mijn wijsvinger, zodat hij niet meekomt als ik deze 2 elastiekjes eruit haak. En die haak ik naar links. En de volgende gaat ook naar links. Of misschien werk jij zo. Dan gaan ze dus rechtdoor. Dit is een druk pinnetje, want daar zitten nu meer elastiekjes op. En ik wil die onderste 2 hebben. Dus alles gaat naar achteren. Kijk even mee vanaf de zijkant, zodat je zeker weet dat je de goede elastiekjes hebt. En de laatste. Je pakt nu een enkel rood elastiekje alles is gehaakt. Maar hier zit het los, dus dat gaan we veilig stellen. Je doet je haaknaald hierin, door die laatste ringetjes. Je zet dat enkele elastiekje op je haak, hou de spanning erop en trek hem voorzichtig zo naar boven. En wat ik nu in mijn duim en middelvinger heb, wijsvinger heb van mijn linkerhand, gaat ook op de haak. Maak een knoopje door het achterste ringetje over de haak heen te tillen en los te laten en een beetje aan te trekken. Dan kan je letter er vanaf. Moeten we nog in model brengen. En dat doe je door hier aan het einde die capband van die drie ringetjes even wat mooier te trekken, zodat ze alle drie even groot zijn en je niet één heel groot lusje hebt die daaruit steekt. En vervolgens gaan we dit lusje verstoppen door in de buurt je haaknaald erin te steken in die elastiekjes en dan trek je hem zo naar binnen. En dat doen we verderop dan nog een keer, net zolang tot je dat hele losse lusje kwijt bent. En hier is het eindresultaat dan, de letter T. Ik hoop dat je iets aan deze video gehad hebt. Dank je wel weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!